going for a morning walk. Uh-oh. We moeten de trap nog af. Ik hou echt absoluut niet van katten. Ga maar. Dan gaat ze, vindt ze eng. Dan gaat ze, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Ja. Kom mee, mama. Kom maar. Ja. Stukje verder nog, hoor. De trap duurt nog even wat langer. Oh, ze gaan dan weg. Nou, deze niet. Kijk die ogen. Kijk die ogen. Blijf stug zitten. Oh, kijk die ogen. Wow. Don't come near me. Dat is de kracht van je kat. Die versterkt onze intuïtie. Veel heksen, hè, de katten. En veel... hoge priesteressen ook. Die werkten met katten. Hè, zoals in de tijd van Egypte. We hebben natuurlijk ook allemaal mooie... mooie poesbeesten. En mooie hiërogliefen ook. Van katten en... kattenkoppen die heel veel werden gebruikt. Anubis had dan weer een jakhals als hoofd. Nou ja, je gaat niet weg. Oké. Weet je? Ik denk dat we hier gaan overnachten. Ook wap is gestopt. Kom maar, schat. Kom maar. Nou, zou het aflopen, hè, dit avontuur? Oh. Kijk, daar gaat. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. Kakkelak. Oh, die moet je even opzoeken. Google maar even. Hé, hey, de schaduwkant van een kakkelak. Hou eens op met het zo zitten op te eten. Het is niet voor jou, zijn de poesjes. Kom op, papa. Deze kant op. Dat leggen de mensen hier overal neer. En ik moet iedere keer kwappen in de gaten houden. Want die, kijk, die likt al lekker de dingen af. Daar gaat hij. Die heb hem neergelegd. Kom op. Hup. Oh, gaat ze kijken. Oh, hier. Hier lag ook altijd wat. Kakkelak. Soms heb je ook een schaduwtotem. En als je dus ergens bang voor bent. Heel interessant. Even kijken hoe kwappen aan het kakken en het plas is. Als je dus ergens bang voor bent. Als schaduwtotem. Oh, misschien is het leuk. Wacht eventjes. Doe het gewoon zo. Hè? Je schaduwtotem zegt dus iets over je angst. Dus het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je heel erg bang bent voor een slang. Dan is slang je schaduwtotem. En wanneer een dier, een spirit animal, je schaduwtotem is, dan betekent het dat je daarin iets hebt aan te kijken. Zoals slang staat voor het loslaten van je oude huid. Ondertussen kijk ik even, die gaat weer op zoek naar voedsel. Kom, hup. Hopla. Slang zegt dus iets over het loslaten van je oude huid. En dat kan dus je schaduwtotem zijn. Wanneer je daarvan schrikt, van bijvoorbeeld een slang of gewoon daar niet bij in de buurt wil zijn. Of misschien heb je dat van een spin. En wanneer je dat van een slang hebt, betekent het dat je moeite hebt met je oude huid los te laten. Dus dan zegt slang als schaduwtotem, die zegt dan... Hey, hier is iets wat je mag zien. Dus dan komt slang vaker op je pad. Slang is op het Inca medicijnwiel. Totemdier van het zuiden. En dat is de zomer. Echt de periode van het loslaten. En echt in liefde en vertrouwen in overgave mogen gaan op ons hogere plan. Wanneer je bang bent voor spinnen. Heb ik heel lang gehad. Nu lopen ze zo. Zeg ik, kijk eens, spinnetje. Wanneer je bang bent voor spinnen, betekent het dat je angst hebt om de vrouwelijke kracht binnen in jezelf te omarmen. En dat is dus echt de oneindigheid van het leven, de flow van het leven, de sjamaan in jou. Hè, de wijze vrouw in jou. Wat zegt nou jouw innerlijke wijsheid? Wat zegt de hoge priesteres in jou? Hè, wat zegt je gevoel om te doen en niet je denken en je verstand? En spin heeft een getal 8 als lichaampje. En dat getal 8 is er dus om ons te laten zien infinity symbool. Dus dat is echt de oneindigheid van het leven. En dat alles verbonden is aan elkaar. Nou, we zijn op dit moment zijn we ook met een Inca-inwijding bezig met het Vind Jouw Spirit programma. Dat is de laatste inwijding van de Moonai Key. Dat is een reeks van 9 weken inwijdingen. En die laatste inwijding... Ik heb even lekker een noepie te zuigen, hoor. Fisherman's friend.
Die laatste inwijding is voor ons om echt die verbinding met alles en iedereen te openen. De verbinding met de sterren te openen. En echt dus in te zien dat... Ja, we gaan zo naar buiten, Olivia. Mama staat even lekker te houden horen. Om echt in te zien dat alles dus verbonden is aan elkaar. He, dat je dus, wanneer je op je gevoel afgaat, alles op het juiste moment op je pad krijgt. Zo liep ik laatst met een parasol die ik hier van de vuilnisbak had weggegapt. Ik dacht, hey, een parasol, die wil ik hebben. De vrouw die hem wegdeed, die kende ik. Een leuk gesprek gehad. Ik die parasol meegenomen. Ik denk, top, die is voor mij hebben. Toen ik thuis was, dacht ik, ja, wat moet ik eigenlijk met de parasol? Ga ik een parasol gebruiken? Het staat hier altijd wind op voor de Ventura. Dat heeft toch helemaal geen nut. Dus ik dacht, oké, nou, die parasol ga ik weer wegdoen. Dus de volgende ochtend werd ik wakker. En toen hoorde ik, loop even naar de vuilnisbak. Dus ik loop richting de vuilnisbak. En voordat ik, zeg maar, de deur uit wil richting de vuilnisbak, graap ik nog net even die parasol mee. Dus die doe ik om mijn arm. Loop ik halverwege op straat. Kom ik een stel tegen die ik echt ken van even terug, hè, de COVID-periode. En dat zij zat heel erg in angst. Toen hebben we hele fijne gesprekken gehad om nou ja, een beetje meer verzachting te kunnen krijgen. Buenos dias, Amancio. This, he saved me once when I forgot my key. He's like, yeah, always the same story. Always the same story. I'm recording for my women in Holland. You're like, okay, you do your thing. En toen kwam ik dus op het punt dat ik haar, dat ik met haar in gesprek raakte. En toen zei zij tegen mij, oh, wat ga je doen met die persoon? Ga je naar het strand? Dus ik zei, nee, ik ga niet naar het strand. Het was heel vroeg in de ochtend. Ik zei, ik ga hem wegdoen. Toen zag ik aan haar gezicht, ik las van haar gezicht af dat ze dacht, die is van mij. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, wil jij hem anders hebben? Nou, zegt ze, wat fantastisch. Dat kan ik op mijn terras gebruiken. En ze was helemaal enthousiast. Zo zie je dus hoe je met zo'n klein simpel dingetje iemand zo blij kunt maken. Wanneer je afgaat op je gevoel. Als ik die parasol niet had meegegritst op het laatst. Had zij niet een leuk cadeau gekregen op die dag waar ze helemaal blij van was. Het leven kan heel simpel zijn. Weet je, dan even lekker de deur openen. Weet je, dan even lekker de deur in. Oh, je maakt er wel een kleine windstorm van. Onze achtertuin. Let's go. Weet je, als je de kak van je kind op kan rapen. Zo, lekker. Smeuïge kak. Ik snap dus niet hoe mensen dan soms helemaal zonder plastic kunnen leven. Sorry, lekker vroeg op de ochtend. Want ja, ik ga dit niet met een doek oppakken of zo. Dan kan je ook gewoon je eigen kak opruimen als je hebt gescheten in de natuur. En ik zeg, that's the fan life. That is the fan life. We gaan eerst even de kak weggooien. Lekker smeuïge kak. Daar in de vuilnisbak. Kak in de vuilnisbak. Kak in de vuilnisbak. Stop je kak in de vuilnisbak. 5x5. Oh my goodness. Big amazing changes going to happen. Ik denk, die nummers kunnen me echt helemaal niks schelen. Ik wil gewoon de duin in. 88 zegt ons, abundance is coming, overvloed. 88 is echt het getal van spinnen, die oneindigheid. En dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken. 33, kom ik zo op. Dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken over dingen als financiën. Weet je, we moeten daar wel aards in zijn. Dus we moeten wel... realiteit onder ogen zien. Ik bedoel, je kan niet altijd je belastingzaken blijven ontduiken. Ik? Nee. Ze weten me toch niet te vinden. Nee. Maar dit moet je dus bijhouden als je ondernemer bent. Ja, dit zijn ook allemaal nieuwe dingen. Dat die dag komt in de avond af, die nummers. Maar je hoeft je dus geen zorgen te maken, want er is oneindig veel geld. Hè? En we denken dus vaak van, nou, geld is moeilijk om aan te komen. Misschien hebben we altijd in die schaarste geleefd.
En dat ik heb dat bijvoorbeeld heel erg moeten doorbreken bij mezelf. Dat ik mezelf toesta om geld te mogen ontvangen. En ook te mogen houden. Want ik geef uit als water. Soms denk ik, jemine. Kijk om me heen. Denk ik, oh ja, ik heb echt heel veel edelsteden. Ik snap waar het heen gaat. Dat wordt wat straks met in de bus wonen. Want gadverdamme, dat zijn er weer van die dingen. Weet je, zo. Oh, godzijdank word ik gewaarschuwd door mijn gidsen. Dus dat wordt wat in de bus wonen. Zo met al mijn terroristen. Getal 88 zegt dus. Wanneer jij gelooft in de oneindigheid. In dat mogelijkheden dus oneindig zijn. Dan kan alles natuurlijk gebeuren. Ik heb hier twee mensen op het eiland gesproken. Die alle twee een bus hebben gekregen. Een camper hebben gekregen. Ik heb nog een vrouw hier op het eiland gesproken. Die zei, ja, echt superleuk Volkswagen heeft ze. Echt zo'n oud model, T3. Met zo'n hoger dakje. Superleuke kleur. Die zegt, ja, deze heb ik voor €4500 gekocht. Van een vrouw die hem weg wilde doen. Wonderen bestaan. Maar we moeten wel geloven in de oneindigheid. En dat doe je onder andere door te mediteren. En door je bewust te zijn van... van dat je spirit bent, hè? Dat je verbonden bent met het geheel, met de kosmos. Je kruin, chakra hier zo, is moet dan even wat meer open. Moet je voor God lekker masseren met olie. Genieten. Getal 33 zegt, wanneer jij dat gevoel binnen in jezelf kunt grijpen, ik krijg een lange arm. Ik kan zo, maar dit is misschien een beetje, ja. Weet je? Poep zit ook te dichtbij dan. Gadverdamme. Ze hebben een lavendelzak, maar die stroomvlucht komt gewoon erin. Wanneer jij dus die eenheid binnen in jezelf terugvindt. Hè, dat is wat tweelingzielen doen op hun tweelingzielenreis. Is echt puur de eenheid in jezelf vinden. Van wat wil ik nou? Wat past bij mij? Is mijn denken in overeenstemming met wat ik voel? We kunnen dus heel veel angsten hebben voor bijvoorbeeld de samenkomst met onze tweelingziel. He, dat zie ik heel veel terug bij, vrouwen in mijn groep. De Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. Daar kun je lid van worden onder de video. Even het linkje. Vol met Divine Feminines. Op het moment van opnemen van deze video zitten we over de 2300 vrouwen. Dus ik voel me zo gezegend. Dan vind je allemaal mooie readings ook in terug. En ik ging ook even kijken hier. Voordat ik verder ga. Nu mijn verhaal. Mensen die me volgen weten dat ik van ook op het dak aan. Malachiet helpt trouwens om dat wat te verminderen. Maar die heb ik vandaag even niet omgedaan. Ik had hier een tas neergezet en die is weg. Een tas met allemaal spulletjes voor dat mensen het gewoon konden meenemen. Vind ik zo leuk. Doe je een beetje cadeautje bij de vuilnisbak. Ik vind het zelf ook altijd leuk. Dan haal ik. Ik heb allemaal kratjes van de vuilnis gewoon weggehaald. Interesseert me geen stront. Maakt het uit. Je moet gewoon grijpen wat je grijpen kan, toch? Zo is het wel. Kom schat, we gaan weer. Kom maar, papa. Papa vindt hij nog wel zo'n bot. Dus moet ik even in de gaten houden. Kom! Ja! Kom maar! Ja! Kom maar, papa, we gaan! Ja! Ja! Net altijd. Ja! Ja! Goed zo! Mijn oude toch niet? Papa. Gwappa. Want soms heb je namelijk iets wat lekkerder is. Oh, ze moet even pissen. Kijk, dat kan ook gebeuren. Of jullie het zien. Dan gaat ze helemaal terugrennen. Oké, kom maar. Kijk, je kan hier gewoon op de weg, hè. Dat is gewoon lekker. Dat is Spanje. Ja, daar gaat ze op de weg. Er komt hier namelijk gewoon geen hond. Op een onbewoond eiland. Is het alle dagen feest? Nou, wanneer je met een hoop schaduwwerk doet, is dat niet zo, hè? En er is wel een hond, want daar is er eentje, toch? Zagen we net. Oké, okay, back to the point. 33 vertelt ons van het herenigen van onze Yagai, Moonai en Lankai. Yagai, Moonai. Er zit niet veel, dus ik kan niet dubbel schudden. En Lankai, dat is ons buikgebied. Tree of Life. En wanneer we die drie gebieden met elkaar verbinden, dan ervaren we die eenheid binnenin ons. Dan voelen we dat we één zijn met de spiritwereld. En dan gaan we dus wat we voelen in de spiritwereld en wat we doorkrijgen aan inzichten, gaan we dan één maken met de aardse realiteit.
En daarvoor is het heel erg nodig dat we onze talenten inzetten. Nou, en ik heb afgelopen zondag tijdens de Leeuwenpoort heb ik de Mosel Carpi gegeven. Een hele belangrijke inwijding, inkeer-inwijding voor tweelingzielen. Die geef ik 1 keer per jaar. Dus de link kun je ook hieronder vinden daarvan. Ieder Leeuwenpoort, 8 augustus. Maar die heeft mij zoveel losgemaakt. Ik zat zo in zwaarte en ik realiseerde me gewoon totaal niet dat ik mijn talenten niet aan het benutten was. Nou denk je, maar wat is dan je talent? Nou ja, ouwe hoeren. God, sta nooit stil. Ik kan er niks aan doen. En omdat ik dat stukje wegstopte van mezelf, raakte ik steeds maar meer en meer en meer en meer en meer vast. Dus dat heeft heel veel bij mij losgemaakt. 22 nog als laatste getal. Want zo kun je wel even doorgaan, hè, met alle engelengetallen op je weg. 22 is het getal van verbinding. Het getal van de Divine Feminine en de Divine Masculine energie. Samen. Binnenin ons. Ons verstand dat samenwerkt met ons gevoel. Hè, en dat laat ons dus ook zien dat wij al samen zijn met onze tweelingziel. Want onze tweelingziel in onze buitenwereld als fysiek persoon noemen we dat tweelingziel. Maar dat is gewoon onze eigen ziel. Onze eigen tweelingziel. Hè? Tweeling heeft tussen haakjes. Het is onze eigen ziel. En die zit binnenin ons energetisch lichaam. He, dus wanneer wij contact kunnen leggen met onze kern, met onze ziel, met die samenwerking met de spiritwereld, het vertrouwen hebben, dat geloof waar getal 22 voor staat, dan kunnen wij echt hemel hier op aarde creëren. En dan zijn we dus samen met onze tweelingziel. He, en hoe meer je dat gevoel ervaart en hoe meer stappen je daarin neemt, hoe meer je die drie gebieden in harmonie maakt met elkaar, waardoor je union bereikt. Union. Tussen de Divine Feminine en Divine Masculine energie. Tussen jouw drie krachtgebieden. He, wat zegt jouw onderbuikgevoel? Wat zegt je hart? En wat zegt je verstand? Je intuïtie. Dat mag allemaal samenwerken met elkaar. Ja hoor. Het is zover. Komt u maar. Ik raap heel vaak schelpen op hier uit de nature. En dan... Oh, eventjes hoor. Oh, jezus, dat is smerig. Mijn voeten ook. Het natuurleven. Zien jullie dat? Ik heb echt aandruk van mijn schoenen. Ik ken niet hoor. Ben je eenden? Oh, ja. Dus die schelpjes, die verbinden mij met het element water. En het element water is onze emotionele flow. Ik heb er dan 3. En dat is dan nou, voor het getal van eenheid. En dan kan ik mezelf daarmee in een soort van meditatiemodus brengen. In een soort van trance modus. En dat doe ik gewoon door ze zo te bewegen in mijn hand. En omdat mijn hand zeg maar bezig is. Hier is die. Ja. Ik had even jeuk aan mijn neus. Omdat mijn hand zeg maar. Omdat er een veer de hele tijd in mijn gezicht zit. Zo. De hele tijd zo. 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 Dus uil. Uil. Een ekster. Die heeft een smudge waar je ze bij Claire gemaakt. Ik ben zo blij mee. Ik heb heel veel kracht. Maar dat jeukt als een molen. En dan kun je dus, je leidt je geest zeg maar af. Dus je brengt je geest in een soort van out-of-body toestand. Door je aandacht te richten op iets anders. En bij meditatie richten we onze aandacht vaak op onze ademhaling. Maar in het shamanisme gebruiken we echt voorwerpen om in trance te raken. Dus dan is dit een van die voorwerpen voor mij. Dat kan ook zijn doordat ik een steen zeg maar beweeg in mijn hand en laat rondgaan. En jullie horen ook wat geklingel. Er zitten hier van die Chinese balls in. De Chinese ballen. Dit is de dragon. En dan heb ik ook nog de phoenix. Auw, ging bijna om mijn plaat. En dan, het was niet zo respectvol dat ik het zomaar weggooi, jeetje. En dan hebben we hier nog Phoenix Rise from the Ashes. En dit helpt dus bijvoorbeeld ook. Die kun je gewoon op internet bestellen. Moet je gewoon even googlen op Chinese ballen. Misschien krijg je ook nog andere foto's en plaatjes. Laat vooral weten, ben benieuwd, hieronder de video. Maar die kun je dus gewoon bestellen. En daar zit dus ook dan tingelgeluid in, zodat je meer... Nou, ja, een hondje. Milo! Ons kent ons hier, hè? Milo! Oh, no, no. Het is niet Milo. Filo. 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 Ah, is dat even grappig? Like Milo, but with F. Ja!
I thought it was another dog. His name is Milo. No, no, no. Yeah, yeah. Qué guay, mira juntos. Nu denken jullie misschien, wat zit ze er raar bij? En waar kijken ze nou naar? Met zo het vest om de nek, maar... Er moet soms ook even geplast worden. En weet je wat het is? Als je in de natuur leeft, moet je dat gewoon lekker in de duinen doen. Ik zal de camera niet naar beneden houden, want dan zien we andere dingen. En weet je, ik had vroeger altijd, deed het ook al, het zit me geen piep, plastic over mijn slipper heen. Dat is me echt al zo vaak overkomen. En wacht ook, papa, laat me eens even plassen. Dan ga ik wel even mijn plasje ruiken, zoals dat doet bij andere honden. Nou, het is gewoon, dus ik ben gewoon even in, maakt het uit. Hè? Doe je even uit, lekker zo, want je hebt geen wc-pap nodig. Hoppa! Beautiful. Canary bird. Want ik wou het me niet zien, want die gaat direct jagen. Dit is mijn holy mountain. Hier ga ik... Wauw. Hier ga ik vaak naartoe. Wanneer ik nodig heb om te mediteren. Om me met de Apus te verbinden. De heilige bergspirits van Peru. Die mij van mijn boodschappen voorzien. Voor, om te delen. Met ons volk. Met onze tweelingzielen. Dit is mijn mandala. Mijn zandmandala. Waar niet zo heel veel meer van over is. Hebben we tijdens het Vind Jouw Spirit-programma ook gedaan. En toen hebben we een zandmandala gemaakt om daarmee de energie te bewegen. En ons te helen. Kijk nou het lieve. Het is toch ook een lekker toetje. Zullen we omhoog, papa? Kom maar. Ga maar. Papa vindt het altijd leuk. Die gaat altijd mee. Oh, wat ben ik zo gezegend met een kind wat van bergbeklimmen houdt. Oei. Papa die gaat dan altijd mee. En, oh, nou ja, we gaan altijd mee. Doei, mam. Ga je weer naar boven. En dan zit ik hier. En dan heb ik hier mijn krachtplek gemaakt. En dan, ik wappen, oh, gaat ze weer. Zit ze weer, die oude tut. En dan, ja, lieverd. Ja, goed zo. Even zitten. Dit zijn dus koeia's die ik dan hier verzamel. Medicijnstenen. Waarin ik dingen blaas wat ik wil loslaten. En dat kun je dan in een koeia blazen. En dan leg je die in de natuur. En dan vraag je moeder aarde om jou te helpen bij het loslaten van dat stuk in je leven. Die heb ik de kop tegen me. Ja, goed zo, schatje. En dan, hè, hoe meer je hiervan neerlegt. Kijk, een prachtig mooi hart. Wauw. Love is all around. Everywhere you look, love is all around. en hoe meer je dus krachtstenen neerlegt, koeia's, medicijnstenen waar je dingen in hebt geblazen, waar je van af wilt, en wat je wilt weggeven van jezelf, hoe meer kracht je maakt op deze plek. Dus je maakt echt een plek voor heling. En dit is ook goed voor moeder aarde. En moeder aarde heelt hier ook mee. Omdat jij jouw helende energie in die stenen hebt geblazen. In die koeia's. En daarmee help je dus ook weer de krachtlijn onder de aarde op te schonen. En dat is echt de taak van een Alto Mesa Yog. Dat is het type shamaan wat ik ben. Wat ik beoefen. Inca shamanisme. In samenwerking met de Quero uit Peru. En dat is dus echt het maken van krachtplekken. Maar ook het opzoeken van krachtplekken. En dat doe ik dus op een mountaintop. Om dan vervolgens letterlijk gewoon uit te kunnen kijken over het grotere geheel. En dus mijn hogere plan te kunnen zien. En dat lukt gemakkelijker op krachtplekken. Waar je meer open staat om te ontvangen. En om je derde oog te openen. Er is gewoon helemaal niemand. Halleluja. Ik had bedenkt, gaan we nou eens een keer? Laten we eens even gaan kijken of onze Duitse vriend al wakker is. Daar is mijn medicijnwiel. Daar. Daar zat ik gisteravond. En daar kwam toen ineens een jongen naartoe met zijn backpack. Een hele blonde jongen.
Ik dacht, die is niet van hier. Jonas is zijn naam. Dan denken jullie direct, Jonas en de walvis? Ja, dat dacht ik ook. Jonas en de walvis. Weet je, dan ging je met je kinderen zo. En dan liet je ze los. Paf! Zo. En ik heb zo'n prachtig gesprek gehad met Jonas. Over Jezus. We hebben echt heel uitgebreid daarover gesproken. En liefde eigenlijk gedeeld. Onze gezamenlijke liefde. En ik zat heel erg in mijn hoofd gisteren. Ik had heel veel zorgen. En dan zie je dus dat echt precies de juiste personen op je pad worden gebracht. Wanneer jij luistert naar je gevoel en je laat leiden naar de plek waar je naartoe wordt getrokken. Zullen we eens even gaan kijken of Jonas wakker is. Jonas was onderdeel van de congregatie, heet dat volgens mij, zei hij. En ik ben nou zo goed meer moeilijk geworden. Nou, is raar, want dit gebruikte ik alleen maar als advocaat. En kijk, zoals nu, ik heb geen flauw idee waar Kwapa is. Het is een soort van haar achtertuin. En die ging een videogesprek aan gisteren met een van de jongens uit zijn kerkgemeenschap, kerkgenootschap. En toen vroeg ik, hoe oud ben je? Toen zei hij 22. En toen zei ik, hoe oud is die vriend van jou? Ook 22. Toen dacht ik, 2-2. Dit is mijn medicijnwiel. Hier ga ik er altijd zitten. Om contact te maken met de voorouders. Mooi, hè? Laten we dat even doen. Laten we even gezamenlijk een gebed uitspreken. Lijkt me mooi. Sluit je ogen maar even. Dan kun je met me meedoen. Dan spreken we even gezamenlijk een gebed uit om de dag goed te beginnen. Wij richten de intentie. Dus wat wij uitspreken, wat wij uitzenden, dat ontstaat in materie. En dat vloot naar onze buitenwereld toe. En dat vormt onze buitenwereld daar. Dat is wat we nu met de laatste rieten van de Moonaiki doen. De laatste inwijding van de Moonaiki. Die is echt gericht op van binnen naar buiten brengen. De Taitanchis wordt dat genoemd, die inwijding. En dat is echt onze negende chakra. Onze negende chakra is de... Zit niet hier, dat is gewoon een haar. Ik heb die ook weer. Je zou denken dat ik wat... Onze negende chakra is de verbinding met het hogere bewustzijn. Maar met het alles en iedereen, de spiritwereld. Dus met de Moonaiki openen we ons hart. Activeren we ons helerschap. En echt die negende chakra openen we dan met de laatste inwijding, de negende inwijding. En die zorgt ervoor dat we dus die verbondenheid voelen, die flow voelen. Op de juiste momenten, op de juiste plekken terechtkomen. Hè? Zoals dat voorbeeld met Jonas in de walvis. Hij staat niet in een walvis of zo, hoor. Kijk eens daar. Hi, lieverd. Ja. Oké. Sluit je ogen lekker. Aho, 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 metta kuye, oya sin. Dat ik mij verbonden mag voelen met alles en iedereen. Ave Maria, Purissima. Apu, heilige bergspirit van Peru, wees bij mij. Voorzie mij van mijn boodschappen. Voorzie mij van mijn kracht. Voorzie mij van mijn verbinding met de spiritwereld. Vind jouw spirit. Dat ik onderdeel mag zijn van alles en iedereen. Dat ik de verbondenheid mag voelen, mag zien. En daarna mag leven. Amen. Namaste. Takuyo Yasin.
Aho. Fijn, even zo'n moment nemen. Nou, nog precies het juiste moment. Kom maar, schatje. Is het kleine kwakje weer terug? Die gaat dan altijd lekker zo vol op een medicijnwiel zitten. Voor je kinderen moet je het hebben. Ik ga eens even kijken, maar ik heb het idee dat Jonas al weg is. Jonas die was helemaal gemotiveerd en die zag ik heel vroeg. Die doet dan om 8 uur in de ochtend doet hij yoga. Ja, het is heet, lieverd. Het is zo heet. Niet in mijn gezicht, vind ik vies. Je stinkt ook een beetje uit je bek. Oké. En dus die vertelde me gisteren, ja, ik doe me iedere ochtend om 8 uur en dan yoga doen. En dat is fantastisch. Dan ben je 22, ben je hoogblond. Kom je uit Duitsland? Nou, zegt natuurlijk helemaal niks, maar ik vond het gewoon heel bijzonder. En het is zo mooi om te zien hoe hij zo gepassioneerd was over wat hij deed. En over delen met zijn gemeenschap. En echt een lichtwerker in spe, een lichtwerker in de groei. Zonder natuurlijk het bewustzijn ervan dat echt zo heet. Dat is echt de spirituele wereld. Maar zoveel van ons zijn echt al ons licht aan het laten schijnen door gewoon onszelf te zijn. I love you. Moonaiki betekent ik hou van jou. Ik ben zo benieuwd of die er nog is. Wat denken jullie? Zou die er zijn? Boe! Ah, oh, dat is jammer. Jonas is al gevlucht. Het is jammer. Ik had er zo zin in om iemand even zo lekker wakker te maken. Zo. Nou, dat is jammer. Ik mag toch echt even hopen dat dit niet van Jonas is. Potverdulleme. Dat kan niet, hè. Dat gewoon laat staan in de natuur. Nou, dan gaan we eens even opruimen. Ik heb gelukkig al de zakjes bij me. Want van die strandknikker alweer in dat zakje. Dus dan gaan we ze even meenemen. Want dat kan niet, hoor. Zo, dat is niet zo bewust, hè. Hallo, lieve wolkenvolk. Let it rain, let it rain. Let it rain, oh, let it rain. Dat is niet het nummer, maar dat geeft niet. Careless words of wisdom. Careless words of wisdom? Ik heb geen idee. Let it be, let it be. Let it be, oh, let it be. Die pakken we ook mee. De mieren hebben ook seks gehad. Mensen, ruim toch je aalvallers op. Potverdikkie. Gelukkig hebben we altijd aal bij ons. Om even de handjes schoon te maken. En een beetje een leuke opdracht vandaag. Pak eens een zak. Ga eens naar buiten met die zak. En ga eens eventjes om je heen kijken waar er allemaal afval ligt. Of gewoon wanneer je op weg bent naar je werk of wherever. Dat je gewoon eens eventjes afval wegruimt. Weet je, gewoon als zijn het van die kleine dingetjes. Hoe meer je daarvan van de straat afhaalt, hoe schoner de wereld wordt. En als we dat allemaal nou gewoon een heel klein beetje doen, dan wordt de wereld een stuk schoner. Zo liep ik in Amsterdam. Had ik van de vuilnisman zo'n prikker geregeld, weet je. Zo'n prikker. En dan liep ik gewoon, dan ging ik naar buiten. En dan kijken mensen me aan, wat is die nou weer aan het doen? Dan zei ik, ja, dit hier. En dan prikte ik zo alles op. Dit. Want we moeten het goede voorbeeld zijn voor andere lieve mensen. En dat betekent gewoon dat we ons vuil achter onze reet op moeten ruimen. Oh, zo ben je dus onderweg naar huis. En gaat je plan even anders? Want mijn huis is daarachter. En ik moet nu verder de duin in, want er was een konijn. Zo. Daar zijn we weer. Ja,
Ja, dat was met avontuur wel, hè, liefje? Kap is ook hoogsensitief, dus die kan hier heel erg van overprikkeld raken. Dus die moet op een gegeven moment gaan aan de riem. En dan nee. En dan moeten ze de grenzen kennen. En dan gaan we naar huis. Oh, nieuwe kuil. Ga maar even zitten. We gaan naar huis. Eten. De riemann sterk. Ik denk, doe papa even van de riem af. Kan ze even spelen? Nee hoor. Kind gaat gewoon weer terug. Dus die gaan we weer aan de riem doen. De verzameling. Ziet gewoon even iemand over het hek heen te klimmen daar. Zien jullie dat? Doet de buurvrouw even. Hoppatee. Gewoon normaal hier. Soms heb je echt overal sleutel voor nodig. Dus nou. Hola, buenos dias. No? Oh, vamos a probar. Sí, a veces tiene problemas, ¿no? La puerta. Oh, no. Ze zegt, hij gaat niet open. Oh, nee, laten we kijken. This is Leslie. Good morning. It's my neighbor. Good morning. My lovely neighbor. Good morning. We keep repeating. It's a very good morning. And hopefully the sun will shine. Absolutely. Let's wait for that. Gaan we even lekker wat havermout maken in mijn oude busje. Ik heb de laatste tijd heel erg last van mijn suikerwaardes. Die gaan echt zo... Omdat ik heel veel stress vasthoud. Wat gewoon puur ermee heeft te maken met dat ik gewoon mijn lichaam wat meer mag bewegen. En mijn ogen misschien ook mag scheren. Dat hoort bij het hippie leven. Is nergens voor nodig. Is it too late to apologize? Too late. Dit is een boodschap. Oh, wacht even. Shake it. Shake it. Dit is een boodschap van de Divine Masculine. Is it too late to apologize? Dit is iets wat ik, het nummer wat ik heel veel doorkrijg. En weet dus ook dat jouw tweelingziel, jouw Divine Masculine, voelt van dingen zijn niet helemaal zo gegaan zoals ik had gewild dat ze zouden gaan. En we hebben allebei in stukken gezeten. Daar hebben we over en weer in geprojecteerd naar elkaar. Bepaalde dingen gezegd, kwetsende woorden. En weet dat ik daar, dat het me spijt. Weet dat ik het gewoon graag had gezien dat het anders was gegaan. En niet iedere persoon, nou ja, zo kun je het gewoon noemen. Dat heeft niet zozeer met de man zijn te maken, maar gewoon een persoon. Heeft het vermogen om echt te zeggen, hey, weet je, het spijt me. Maar dat betekent niet dat ze dat niet voelen op die manier van binnen. En dat betekent niet... Dat ze niet van binnen voelen, jeetje, ik had zo graag gewild dat ik hier anders op had gereageerd. Hè? En ik heb ook spijt van keuzes die ik heb gemaakt. Dus weet dat jouw twin ziel ook gevoel heeft. Brand aan, even kijken. Wanneer je hondje geen grenzen kent, waar het nog steeds klaar ligt na de hele bak met voeding die ze heeft gekregen. Te wachten totdat er iets op de grond valt vanuit de keuken. Mama, krijg ik nog wat? Nee, het is op voor jou, lieve kleine wapper. Het is mijn ademwerkplek. Mijn shamanistisch ademwerk doe ik hier op de grond. Met mijn deken over me heen. Mijn bed. Gaan we ook maar even niet naar binnen, hè? En dan haal ik het voedzaam ontbijtje. Zijn we aangekomen bij het werken. Dit is mijn altaar, daar werk ik aan. Mijn oma, mijn opa, mijn oom Ben. Mijn iPad om aan te werken, de Akasha-chronieken die ik er altijd voor open om te weten wat de stappen mogen zijn voor vandaag. Altaarwater om schoon mee te maken. Natuurlijk de sage. Dan open ik mijn heilige ruimte met een prachtige smudgewire made by Claire. Die kun je op Instagram kun je haar vinden. Stelt ze helemaal intuïtief samen, super mooi. Mijn praatstok die hier klaar ligt om mijn kracht te geven. Te verbinden met al mijn mooie heilige voorwerpen. En natuurlijk Yeshua, de Heere Jezus. Die zijn licht op mij laat schijnen.
Ik werk dan samen ook met allemaal spirit animals. En op die manier krijg ik dus gechannelde boodschappen door. Hier zijn jullie er klaar voor. Oh, wat veel kaarten. Mijn flut. Maar hier ligt vooral eigenlijk mijn tarotkaarten. Oh, ik ben zo verliefd op deze hoesjes. Die worden handgemaakt bij Ishvara Webshop. Ishvara, Ishvara.nl. Ja. Spellingwedstrijd, toch? Snel. Aartsengel Michael kaarten. Hier ben ik heel blij mee. Dit is je levensdoel. Dit is je levensdoel. Had je een antwoord, had je een vraag? Dan zegt Aartsengel Michael, dit is je levensdoel. Deze is ook heel gaaf. Mystical Shaman Oracle Guidebook. En mijn unicornies die me helpen. Die ga ik straks in mijn bus ophangen als ik mijn bus heb gekocht. Ga ik unicornies erin hangen, die geven licht. Die is toch leuk. Die verlichten me. Hier neem ik dus ook altijd de readings op. Als jullie dus een reading zien op YouTube van mij, neem ik het hier